De globe, zoals het ons op school geleerd is, spinnend om haar as. Maar wat geef je die zekerheid dat hij draait? Is het echt weten of is het op basis van vertrouwen in iemand die je dit heeft verteld? Ik heb een uitdaging voor je. Ik heb hier 1000 euro op tafel en als jij me kunt bewijzen dat de aarde werkelijk draait en niet stilstaat, zijn ze van jou. Eén spelregel, Foucaults pendulum, doet die mee. Deze slinger zou zogenaamd de beweging van de aarde bewijzen, maar reageert net zo goed ook op de zon en de sterren en dat disqualificeert het. My rules. Dus bekijk dit filmpje, onderzoek het. Bel je leraren, professoren, automatoten, stuur het link door SVP naar al je slimme vrienden en kom erop met je goede antwoord. Die ene die het bewijs levert dat de aarde draait, begint 2018 met 1000 euro rijker. Ondertussen maken wij hier een kennisreisje. Waarom ben ik zo overtuigd dat de aarde stilstaat? Dat begon bij Schiphol. Wij vliegen tegenwoordig grote afstanden over de aardbol. En die zou vermeend met een topsnelheid van rond de 1666 km per uur van west naar oost geheel om zijn as draaien. Voor een vliegtuig zouden ze nog moeten uitmaken of je vliegt naar een land dat met een rotgang naar je toe komt of dat van je afgaat. Maar als je de vluchtgegevens bekijkt, dan zie je bij directe vluchten, de heenreis, dat die bijna altijd net zo lang duurt als de terugreis. Dat is tussen Amsterdam, New York, dat is tussen New York, Los Angeles, dat is tussen Johannesburg en Sydney, you name it, overal zijn ze praktisch even lang, de heen- en terugreis. En nader bekeken, als je vliegt vanaf Schiphol naar New York City, dat is een vlucht van 8 uur en 20 minuten, en de afstand die bedraagt bijna 6000 kilometer. Nou, op deze breedtegraad is de draaiingssnelheid dan zo rond de 1000 kilometer per uur, wordt er gezegd. Nou, dan zou New York zou in principe vanzelf in minder dan 6 uur onder je vleugels moeten verschijnen. Dus waarom moet je dan in hemelsnaam 8 uur in een vliegtuig zitten? Een vliegtuig dat notabene ook nog eens gemiddeld 850 kilometer per uur vooruit vliegt. Die terugreis is helemaal een lachertje, die is zelfs sneller, 7 uur en 40 minuten, terwijl Amsterdam na 7 uur ook nog eens 7000 kilometer verder zou moeten liggen als de aarde draait. En kom niet met luchtverhalen zoals op forums. Wind scheelt maximaal ongeveer 50 kilometer per uur. En die is standaard van de VS naar Europa. Dus dat verschil zie je ook gewoon terug in de reistijden. Of een meedraaiende atmosfeer. Dat is allemaal complete duimzuigerij. Wat blijkt namelijk, er is anders dan wordt verteld, er zijn twee modellen. Twee theorieën over de aarde en de kosmos. En de ene die heb je gehoord, en ik, dat zijn dus de populaire heliocentrische, oftewel Copernicaanse model. De aarde maakt in een jaar tijd tegen de klok in een rondje om de zon. En daarbij moet de aarde, om dit model te laten kloppen, elke dag één keer geheel om zijn as draaien. Als deze theorie niet klopt, is er maar één andere theorie mogelijk. En dat is dat de aarde stilstaat. Dat noemen ze het verzwegen geocentrische model. En dat houdt in dat de aarde echt stilstaat en dat het centrum is waar het gehele universum, dus inclusief de zon, met de klok mee, in één dag omheen draait. Dus ook alle sterren, alles bij elkaar, in één dag om ons heen. Als jij in de zomer naar het Noordpoolgebied gaat, dan zie je de zon niet ondergaan en dan kun je hem heel goed volgen. Als de aarde draait, zou je het volgende moeten waarnemen. Dan zou je de eerste helft van de dag, de eerste 12 uur, zou je de zon naar rechts moeten zien gaan. En de overige 12 uur naar links. Want bij een draaiende aarde is de aarde die het perspectief voor de kijker verandert ten opzichte van de zon. Dan zou je de eerste 12 uur van de dag zou je de zon naar rechts moeten zien gaan. En de overige 12 uur naar links. Want dan is de aarde die het perspectief voor de kijker verandert ten opzichte van de zon. Maar als de aarde stilstaat en het de zon is die om de aarde beweegt, zou je de zon alleen maar naar rechts moeten zien gaan. Dat is duidelijk. Oké, nou, als je op één punt blijft staan daar en je volgt gewoon de zon, dan is dit het volgende is wat je ziet. Je ziet de zon, zie je in dit geval het huisje zie je passeren, rechts passeren. En je ziet hem de eerste 12 uur gewoon naar rechts gaan, maar hij blijft naar rechts gaan. En na 12 uur passeert hij weer gewoon het huisje. En hij blijft gewoon 24/7 blijft hij naar rechts gaan. Met andere woorden, ook hiermee, met deze observatie, heb je bewezen dat het de aarde stilstaat. En dat het de zon is die om de aarde beweegt. Maar als je nog steeds ervan overtuigd bent dat de
dat de aarde draait. Lever het bewijs, ik daag je hierbij uit. Lever het bewijs en jij verdient 1000 euro. Waarneming om het af te leren. Op 21 augustus 2017 was er een zonsverduistering in de Verenigde Staten. Misschien weet je dat nog. Deze eclipse was kort te zien van kust tot kust. Beginnend in het noordwesten naar het zuidoosten. Dus de schaduw ging van links boven naar rechts onder. Wel, als de aarde relatief snel in 24 uur om zijn as draait en de maan relatief traag in 28 dagen tegen de klok in een rondje om de aarde maakt, is het naar mijn weten onmogelijk dat de maan op de aarde een schaduw kan geven die van links naar rechts gaat. Maar als de aarde stilstaat en de maan net als de zon elke dag met de klok mee om de aarde heen gaat, maar de maan net 1/28ste trager, kan er wel een schaduw op de aarde van links naar rechts gaan. Dus er zijn nog zoveel goede waarnemingen, maar deze zijn even mijn giveaways. We worden in ieder geval fout geïnformeerd, mensen. Dus deel deze link op social media en stel de vraag. En help dit gerucht uit de wereld of stop een van de grootste hoaxen van de afgelopen eeuwen. Ik loof mijn 1000 euro uit aan degene die het bewijs levert dat de aarde draait. Het gaat je goed.